Hallo iedereen, als jullie dus de video gezien hebben van Simon en mijzelf, die ging over de eentermen en de veeltermen, dan weten jullie dat ik beloofd had om oefeningen te maken met jullie. En ik heb dus van Simon 6 oefeningen gekregen en we gaan die nu proberen samen te doen. Ik heb ze nog niet voorbereid, dus ik ga een beetje zoeken met jullie. Voor we beginnen wil ik nog even de 2 formules opschrijven die we echt moeten kennen. Dus als je in het tweede zit, moet je heel waarschijnlijk 2 merkwaardige producten kennen. En het eerste is dus, als je dus a plus b in het kwadraat hebt, hè, dan in plaats van dat helemaal uit te schrijven en met distributiviteit te doen, dan mag je de formule toepassen. A tot de tweede plus 2ab plus b tot de tweede. Nu. Stel dat je hier een min hebt tussen de 2, dan wordt dit een min. Maar deze en deze, dus de 2 kwadraten, zijn altijd positief. Oké, dat is de eerste formule. En dan hebben we nog een tweede merkwaardig product. En dat is dus als je a plus b maal a min b hebt. Hier staat eigenlijk een puntje tussen, om te zeggen maal, maar je hoeft dat niet te schrijven. Dat is dus gelijk aan het verschil van 2 kwadraten. En dat is dus a tot de tweede min b tot de tweede. Nu, je moet die gewoon van buiten kennen. Pas op, we gaan nu oefeningen doen. En het kan nu ook zijn dat je dit krijgt en dat je dan terug moet in die richting. Dus dat is niet altijd van daar naar daar. Soms krijg je dit en moet je naar daar. En we gaan dus proberen om samen een aantal oefeningen... Oeps. Ik probeer een kadertje rond te zetten. Oeps, ik kan geen rechte lijnen meer trekken. Voilà. Sorry, een beetje scheef. Oké, en we beginnen dus direct aan de eerste oefening. En die eerste oefening die Simon mij gegeven heeft, is 2a min 9 tot de tweede. Is gelijk aan. Even kijken, maar ik herken al deze hier. Hè. Dus ik heb iets min iets tot de tweede. En het is hier wel dus die min. Hè. Dus pas op, het gaat hier, ze noemen dat dubbel product, dat gaat ook min worden. Hè? Dat gaat niet een plus zijn. Oké, wat gaan we dus doen om geen fouten te maken? We gaan dus aanduiden dat dit eigenlijk in onze formule heet A. En dit in onze formule heet B. Oké? En dus we gaan nu A, we zetten die tussen haakjes om geen fouten te maken. Dus die 2A, dat is onze A, tot de tweede. Ik heb gezegd min hè, voor het dubbel product, want hier is een min. 2 maal a, en a hier is 2a hè, in dit voorbeeld. Maal, zie hier, dus 2 maal a maal b. Dus nu moeten we hier nog b hebben en b is 9. Plus, en nu moeten we b kwadraat nemen. Dus b was 9, dus we moeten nog eens doen. Dat is hier een plus, hè. 9 in het kwadraat, zie je. Voilà, en nu zijn we eigenlijk klaar. Ik zie dat hier een lichtje op mijn scherm zit. Voilà, zo is dat beter. Oké, als we dat dan uitwerken, wat krijgen we dan? Ja, pas nu wel op. Je moet dus je regels toepassen. Als je dit tot de tweede moet doen, ja, dan moet je dit kwadrateren en dit. Dus dat is 2 tot de tweede en a tot de tweede. Hè? Dus dat wordt 4a tot de tweede. Akkoord? En nu hier bij dat stukje, hè, tussen die min en die plus, dat stukje hier, nu ga ik al mijn getallen vermenigvuldigen. 2 maal 2 is 4, maal 9 is, even kijken, mijn teken hier, dat ga ik eerst zetten, is min. Hè? Ik zet dus eerst mijn min al. En dan 2 maal 2 is 4, maal 9 is 36. Wat heb ik dan nog? Ah, ik heb hier nog een a. Voilà. En dan heb ik hier plus 9 tot de tweede. Dus dat gaat dan worden plus... 9 maal 9 is 81. Voilà. Dat is dus mijn uitkomst. Ik kan niks meer doen. Die andere kan ik niet samentellen. Oké, prima. Dit was dus de eerste oefening die Simon mij heeft gegeven. En nu gaan we dus naar de tweede oefening die ik van Simon heb gekregen. En die tweede die was min 11 min 6x maal... Dat maaltekentje moet ik niet schrijven, maar ik mag het schrijven. 11 min 6x. Oké. Nu, ik heb geen enkele formule waar dat hier zo 2 minnen in staan. Hè? Dus waarmee ga ik beginnen?
is gelijk aan. Ik ga beginnen. Ik mag dus een minteken buiten zetten. En dan gaan al die tekens hier veranderen. Dat gaan allemaal omkeren. Dus die min wordt een plus, die min wordt een plus. Die plus, want hier staat eigenlijk een plus. Hè. Ik moet ze niet schrijven, maar voilà, die plus wordt een min. En die min wordt een plus. Ik ga dat proberen om te zien of dat ik dan niet toch die twee minnen kan wegwerken. Want ik heb geen enkele formule waar twee minnen in staan. Akkoord? Ik zie nergens twee minnen. Dus wat ga ik doen? Ik ga een min buiten zetten. En die gaat uiteindelijk tellen voor alles wat erachter komt. Dan wordt dat hier, dus die min 11. Ja, dat gaat een plus, plus, min en plus worden. Dus dat wordt hier plus 11. De plus moet ik niet schrijven. Min 6x. Sorry, ik heb een fout gemaakt. Dat wordt hier ook een plus. Hè? Plus 6x, want al mijn tekens keren om. Oké, okay? Dus heb je gezien? Dit is een plus geworden en dit. En dus nu begin ik aan mijn volgend haakje. Deze plus, dat wordt dus een min 11. En die min 6x, dat wordt dan een plus. Oké, okay, ik heb gewoon al mijn tekens omgedraaid, want ik heb een min buiten gezet. En die min die telt voor alles wat hierachter komt, als er allemaal dus maaltjes tussen staan. Oké? Okay? Goed. Dat is al een goed idee. Nu, ik heb hier wel een formule a plus b, a min b, maar die min die staat niet vooraan. Dus ik ga nu een keer al mijn dingen omdraaien. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ik laat mijn min staan. Ik ga nu die 6x vooraan zetten. 6x plus 11. En hier ook zet ik dus 6x min 11. Dat begint er al een beetje beter op te lijken. En zie je, dat hier, dat lijkt helemaal op dat hier. Akkoord? Goed. Dus wat zegt de formule? A plus B maal A min B, dat wordt A kwadraat min B kwadraat. Nu, in dit voorbeeld gaat dit A zijn en gaat dit B zijn. Akkoord? Goed. Dus, wat gaan we doen? Is gelijk aan. Ja, dat minteken laten we staan. Dat gaat voor alles tellen. En ik zet grote haken. En nu moet ik dus mijn a kwadraat doen. Dus 6x tot de tweede. Dus ik ga 6x, maar ik ga dat, want ik moet alles tot de tweede doen en niet alleen de x. Dus ik zet dat toch nog tussen haakjes. Min, heb je gezien? Min. En dan heb ik mijn b kwadraat. Dus dat is dan 11 tot de tweede. Heb je gezien hoe ik het gedaan heb? Oké, nu ga ik dat verder uitwerken, want hier 6x, ja, we gaan 6 tot de tweede en x tot de tweede doen. Hè? Dus ik ga doen, is gelijk aan, die min die blijft nog altijd. 6 tot de tweede is 6 maal 6, 36. X tot de tweede, ja, dat is x tot de tweede. Min, en 11 tot de tweede is 11 maal 11. En 11 maal 11 is 121. Voilà. Oké, wat kan ik dan nu nog doen? Ja, ik kan die min weer toepassen op allebei. En dan zijn mijn haakjes weg. Dus ik kan schrijven. Is gelijk aan. Ja, als ik die min daarop toepas, dat teken verandert weer. Dat wordt een min. Hè? Min maal plus is dat eigenlijk een plus. Hè? En die min maal min, dat wordt een plus. Voilà. En ik denk dat dit de juiste oplossing is. Voilà. En ik denk dat hier, dat dit de juiste oplossing was. Oké? Goed. Ja, we hebben nog een aantal oefeningen, maar ik ga nu wel eventjes toch mijn bordje... Ik ga mijn bordje afvegen en dan nemen we de volgende oefening. Voilà, clear. Dat mag weg. En nu ga ik naar de derde oefening. Er zijn er zes, hè. Dus nu gaan we naar de derde oefening die Simon mij gegeven had. En wat zegt die oefening? Dat is dus 0,7. Min 10b. Maal, die moet ik niet schrijven, min 10b. Plus 0,7. Voilà. Oké, ja, natuurlijk, mijn formules zijn ook weg. Maar ik hoop dat jullie die ergens op een papiertje aan de kant hebben geschreven. Hè. Maar wat ga ik nu doen? Kijk eens. Ja, ik heb hier die min... Ik heb 10b achteraan en hier heb ik ze vooraan. Dus ik ga ze toch wel eerst een beetje allemaal op dezelfde plaats zetten. Hè.
Dus wat ga ik nu doen? Die eerste ga ik gewoon overschrijven. Maar die tweede, ja, ik ga die 0,7 vooraan zetten. En ik ga dan min 10b achteraan zetten. Want ik heb graag dat ze allemaal op dezelfde plaats staan. Dus dezelfde vooraan, 0,7, voilà. En wat zie ik nu? Uiteindelijk is dat twee keer hetzelfde, zie je? 0,7 min 10b, maar 0,7 min 10b. Ja, weet je dan dat dat eigenlijk gelijk is aan dit? Voilà, dus eigenlijk is dat da mal da. Ja, dan wordt dan dat tot de tweede. En welke formule ga ik dan toepassen? Ik ga ze dan toch even nog hier schrijven. Dat is dus a min b tot de tweede is gelijk aan a tot de tweede min 2ab min b tot de tweede. Akkoord? Dat was onze dubbele product, hè, dat ik daar had aangeduid. Oeh, mijn kadertjes zijn niet goed. Sorry. Voilà. Oké, dus die formule ga ik nu daarop toepassen. Ik ga dit ga ik a noemen. En dit ga ik b noemen. Akkoord? En dus nu ga ik dat toepassen. Hè. Dat gaat dus zijn hier a kwadraat. A kwadraat is 0,7 kwadraat. Min 2ab. Min 2 maal a. Dat is 0,7. Maal b. En b is 10b. Ik moet met die tekens geen rekening houden. Hè. Voilà. Wat heb ik dan? Oh, sorry, dit is hier een plus. Ik heb mij vergist. Dit is hier een plus. Altijd, die kwadraten zijn altijd positief. Hè? Sorry, alleen een min hier. Sorry. Dus wat moet ik dan nog doen? Plus mijn b-kwadraat. En dat was dus 10b. En dat moet ik in het kwadraat zetten. Voilà. Oké. Goed, kunnen we dat verder uitwerken? Ja, ik heb hier niet mijn rekenmachine en mijn telefoon is aan het filmen. Dus 0,7 kwadraat zou dan niet 0,7, maar 0,7. Zou dan niet 0,49 zijn? Bon, ik weet het niet van buiten, ik ga dat dus laten staan. Ik kan dat met je rekenmachine uitrekenen. Maar dat hier ga ik wel proberen uit te rekenen. Dus ik heb min 2 maal 0,7. Dus als je 0,7 maal 2 doet, dan heb je 1,4. Hier hebben we al 1,4. 1,4 maal 10 is 14. Je kan dat ook met je rekenmachine doen. Hè? En dan heb ik nog een b die overblijft. Voilà. Plus, en hier moet ik dus de 10 tot de tweede doen en de b tot de tweede. Je weet dat, want je hebt dat geleerd. Hè? Dat zijn dus al die rekenregels van machten. Dus je moet dan doen 10 tot de tweede is 10 maal 10, dat is 100. En b tot de tweede, ja, is gewoon b tot de tweede. Voilà. Nu, wat moet je nog doen? Pas op. Je moet die altijd rangschikken volgens de orde van de grootte van de exponenten. Hier is eigenlijk, staat hier een eentje. Je zou willen zeggen, die moet vooraan komen. Dus ik ga moeten schrijven 100b tot de tweede. Min 14b plus 0,7 tot de tweede. Oké? Okay. Dat kan ik dus uitrekenen. Akkoord? Goed, dan heb ik dus de vierde oefening van Simon. En wat is dat? Dus daar zijn 6 in totaal. Hè? Min 8i tot de tweede plus 4. En dan 4 plus 8i tot de tweede. Voilà. Ik heb jullie gezegd, ik heb niet graag dat die zo andersom staan. Ik zet altijd 1 van voor. Hè. Ik ga nu proberen die 4 van voor te zetten. Waarom ga ik dat doen? De 4 van voor zetten hè, en niet hier de 4 achteraan zetten. Omdat ik heb geen enkel formule waar er een min vooraan staat. Maar wel een min in het midden. Akkoord? Dus wat ga ik doen? Ik ga er al even aan denken. Hè. Dus ik ga dan eigenlijk de 4, die plus moet ik niet schrijven eigenlijk. Hè. 4 min 8i tot de tweede. En deze 4 plus
8 i tot de tweede. Heb je dat gezien? Want ik heb geen enkel formule waar een min vooraan staat. Daarom ga ik die achteraan zetten. Oké, wat heb ik nu? Ik heb dus a min b maal a plus b. En ik had daar een formule voor en ik ga die nog eens opschrijven. A min b maal a plus b. En dat is gelijk aan het verschil van de twee kwadraten. Voilà. Dat is een formule. Ik ga nu weer proberen daar een kotje rond te zetten. Maar, voilà, oké. Dus we gaan dus moeten bepalen. Ja, dit is onze a. Dit is onze b. En we gaan dat dus moeten kwadrateren en daar een min tussen zetten. Dus we beginnen hier met a tot de tweede. A tot de tweede, ja, dat gaat dus zijn 4 tot de tweede. Hè. Ik doe dat niet direct, want anders ga ik misschien fouten maken. Min. En nu moet ik dus b, ik zet dat ook tussen haakjes, tot de tweede. Voilà. Dat is mijn uitkomst. Nu moet ik dat uitwerken. Dus 4 tot de tweede is 16, want 4 maal 4 is 16. Min, pas op, dat kwadraat hier, dat telt en voor de 8, dus en voor de coëfficiënt, en voor je lettergedeelte. Hè? Dus je hebt eerst 8 tot de tweede, 8 maal 8 is 64. En dan heb je i tot de tweede tot de tweede, en dan moet je dus ook je regels kennen. Als je een macht tot de macht hebt, ja, dan moet je die twee exponenten vermenigvuldigen. Als je dat niet meer weet, dan moet je het ergens opschrijven. Dus je moet dan doen 2 maal 2 is 4. Voilà, en dat is dus volgens mij de uitkomst. Ik ga er nog geen dingen rondzetten, want ik moet dus mijn hoogste exponent vooraan zetten. Normaal, dus de min 64i tot de vierde komt vooraan. En dan heb ik hier plus 16. Heb je gezien? Ik heb ze gewoon van plaats veranderd. Hè? Ja, en dan moet ik hier mijn plus wel schrijven natuurlijk. Oké, okay? Dus we schrijven altijd de grootste exponent vooraan. En dan, ze zeggen dat is dus in dalende orde van exponenten. Oké, dus nu ga ik weer even wegdoen. Whiteboard. Clear. We hebben nog twee oefeningen die we moeten doen. Maar dat zijn blijkbaar moeilijkere oefeningen. Volgens Simon. Hij noemt dat uitbreidingsoefeningen. Oké, dus de vijfde oefening is... Ik heb min 7x tot de tweede min 5. Maal min 7x tot de tweede plus 5. Plus, en dan heb ik min 7x tot de tweede, plus 5 en dat tot de tweede. Voilà, dat heb ik is gelijk aan. Ja, inderdaad, dat is een beetje moeilijker. Bon. Deze hier, daar zie ik al dat ik misschien de formule kan toepassen als ik die van plaats verander. Dat dus a min b tot de tweede... Dat dat gelijk is aan a tot de tweede min 2ab plus b tot de tweede. Dat ga ik daarop kunnen toepassen. Dan staat hier een plus tussen, dus daar kan ik dan... Allee, dat is dus een ander stuk. Hè? Als daar een plus tussen staat, ja, dan is dat hier een ander stuk. Dat stuk hier... Ja, ik vraag me af dat ik ook niet eerst een min zou buiten zetten. Als ik dus hier voor dat stuk een min buiten zet, dan krijg ik... Alle tekens omdraaien. Dus dat hier wordt een plus 7x tot de tweede. Die min, dat wordt ook een plus. Die min, dat wordt ook een plus. Ik moet ze niet schrijven, want het is de eerste term. En deze plus wordt min. Dus ik draai al mijn tekens om. Voilà. Akkoord? Dus nu zie ik eigenlijk dat met die min buiten te zetten, wat heb ik hier gekregen? Ik heb eigenlijk gekregen... A plus B. Oei, sorry. A plus B. Maal A min B. Heb je dat gezien? A plus B. A min B. Heb ik gekregen. En wat gaat dat worden? Dat gaat worden dus A tot de tweede min B tot de tweede. Akkoord? Goed. Maar voilà. We gaan dus beginnen eerst met een deze hier. En we gaan dat allemaal aan elkaar schrijven. Dus we beginnen met een deze. Ik ga dat eerst uitschrijven. Dus we hadden hier dit. Ja, want anders maken we fouten. Hè? Plus 5. En dan hebben we hier 7x tot de tweede min 5. Voilà.
En dan hebben we hier die plus, plus. Voilà, en dat hier, we gaan dat dus overschrijven, maar we gaan dat... Oeh, we gaan die even van plaats veranderen. We gaan die 5 naar voren zetten. Zie je? En dan staat die min in het midden. Dat hebben we liever. Dus ik ga hier die 5, die plus 5, ga vooraan staan. Min, ik mag dat doen, die van plaats veranderen binnen de haakjes. Voilà. Voilà. Zie je dat? Oké, dus. Dan deze, daar gaan we dat op toepassen. Hè. Dat gaan we hierop toepassen. En dat gaan we daarop toepassen. Akkoord? Ja, want dat lijkt op dit. Oké, dus we gaan zeggen, dit gaan wij hier A noemen. En dit gaan we hier B noemen. Dus we laten onze min staan. We doen grote haakjes open. En we gaan dus nu A kwadraat min B kwadraat doen. Dus onze A is 7x tot de tweede. We gaan dat tot de tweede doen. Heb je dat gezien? Hier, A kwadraat. Min. En onze B is 5. Dus nu moeten we doen 5 tot de tweede. En dan sluiten we die grote haakjes. En dan hebben we dus heel dat stuk hier gedaan. Maar die min moet er blijven voor staan. Plus. En nu gaan we met dit hier, gaan we dat daarvan maken. Dus dit, de 5, is eigenlijk mijn A. En 7x tot de tweede is eigenlijk mijn B. Akkoord? En we gaan dus eerst A tot de tweede doen. Dus dat gaat dan zijn, A tot de tweede is 5 tot de tweede. En zie je, want A is 5. Dan moet ik min 2AB doen. Dus min 2 maal A maal B. A is 5. B is 7x tot de tweede. En dan, dat heb ik dus gedaan, ik heb dus mijn 2AB gedaan. En nu nog een keer B tot de tweede. Dus plus B tot de tweede. Is gelijk aan. Akkoord? Nu gaan we dat verder uitwerken. Dus hier, die min laten we voorlopig staan. Dan moeten we hier uitwerken. Ja, dat kwadraat dat geldt en voor de 7 en voor x tot de tweede. Dus 7 tot de tweede... 7 maal 7 is 49. X tot de tweede is x tot de vierde. Hè. We moeten die exponenten vermenigvuldigen. Min 5 tot de tweede is 5 maal 5 is 25. Voilà. Plus 5 tot de tweede is 5 maal 5 is 25. Min, we gaan hier al onze getallen vermenigvuldigen. 2 maal 5 is 10, maal 7 is 70. Ik heb ook nog een x tot de tweede. Plus, en nu moeten we dat hier doen, dus moeten ze allebei tot de tweede doen. 7 tot de tweede is 49, hè? 7 maal 7. En x tot de tweede is x tot de vierde. Is gelijk aan. Oké. Wat moet ik nu nog doen? Die haakjes wegwerken. Dus die min, die gaat voor de die tellen en die min ook voor de die. Ik moet al mijn tekens omdraaien. Dus dat wordt min 49 x tot de vierde. Ja, min min, dat wordt dan... Plus 25. En dan de rest. Plus 25. Min 70x tot de tweede. Plus 49x tot de vierde. Ah, kijk eens aan. Ik heb hier een plus 49x tot de vierde en een min 49. Ja, die worden samen 0. Dus die mogen al weg. Woop en woop. Oké. Okay. Wat heb ik dan nog? Ik heb 25 plus 25, dat is 50. Hè? Dus 50. En ik heb dan nog min 70x tot de tweede. Nu, onze grootste exponent vooraan. Dus dat gaat dan zijn min 70x tot de tweede plus 50. Ik hoop dat ik geen foutjes heb gemaakt. Ik heb dit als antwoord. Simon mag het even nachecken. En ik heb dus nog één oefening te maken. En dan zijn we klaar. De allerlaatste oefening. Ik denk dat die ook nog moeilijk gaat zijn. Hè? Dus de zesde oefening. Even kijken. Wat zegt die oefening? Dus nummer 6. Ik ga wel nummer 6 schrijven. Wat zegt die? Ik heb dus 2a plus 3. Min 2a plus 3. Min
a tot de tweede min 9 is gelijk aan. Oké. Okay. Wat ik nog even ga doen, hè, dat is toch mijn twee formules hier rechts even schrijven. Hè, want ik had dus, ik heb a plus b tot de tweede, het kan ook een min zijn, wordt a tot de tweede plus of min, hangt er vanaf 2ab plus b tot de tweede. En ik had ook nog een andere, a plus, oh sorry, weer een fout, a plus b maal a min b, dat wordt dan een verschil van twee kwadraten. Voilà, dat wisten we nog, hè. Dus dat is hier een b, hè, jongens. Oké, okay. Goed. Oké, okay. Dus wat gaan we nu even bekijken? Ja, hier zie ik al dat er twee zijn die op elkaar lijken, hè. Maar weer mijn min staat vooraan, dat heb ik dus niet graag, hè. Dus ik ga gewoon die allebei, die en die, van plaats veranderen. Dus hier ga ik schrijven 3 plus 2a. En hier ga ik ze ook omdraaien. Dus 3 min 2a. Heb je gezien? Ik heb gewoon de drietjes vooraan gezet. En deze hier, maar kijk eens jongens, zie je dat hier? Ik heb een 4, een a tot de tweede en een 9. En daar een min. Dat lijkt een beetje op een verschil van twee kwadraten. Dat lijkt daar een beetje op, hè? Ik hoop dat ik de oefening goed heb overgeschreven. Maar dus, voor het moment gaan we die misschien nog even laten staan. En eens kijken wat dat er uit ons ander ding komt. Voilà. Laten die nog even staan, want dat lijkt dus hierop, hè? Zie je dat? Goed, dus hier, ik heb dit maal dit en dat is dus de deze. Hè? Dus ik ga van die eerst, die twee hier, ga ik a kwadraat min b kwadraat maken. Akkoord? Dit is mijn a. En dit is mijn b. Dus wat ga ik daarvan maken? Ik ga daarvan maken 3 tot de tweede. Min. Het is het verschil van twee kwadraten. Hè? Hier min. B tot de tweede. Dus 2a en dat tot de tweede. Voilà. Dus nu heb ik eigenlijk die twee. Dat, heel dat stuk hier is dit geworden. Ik ga dat nu wel tussen grote haken zetten. Waarom? Want ik moet dat dan hier maal doen. Zie je? En dat hier laat ik gewoon nog staan. Akkoord? Voilà. Is gelijk aan. Nu ga ik dat nog een beetje verder uitwerken. Dus ik heb hier 3 tot de tweede. 3 maal 3 is 9. Min. Pas op, mijn kwadraat telt voor allebei. Dus dat is 2 maal 2. 2 maal 2 is 4. A tot de tweede. Voilà. En dat schrijf ik over. Min 4a tot de tweede. Min 9. Oh-oh. Kijk eens, die beginnen goed op elkaar te lijken. Maar ik heb hier een beetje te veel minnen. Dus ik ga weer een min buiten zetten. Ik vind dat altijd goed. Dan heb ik, voilà, dan heb ik meer tekens die lijken op mijn formules. Dus ik zet de min buiten en ik ga nu al mijn tekens omdraaien. Dat wordt dus min 9 plus 4a tot de tweede. En dat wordt hier plus, moet ik niet schrijven, plus a tot de tweede. Ik mag dat schrijven, maar dat moet niet, hè. Plus 9 is gelijk aan. Zie je dat? En nu zie ik, heb hier weer een min vooraan. Dat heb ik dus ook niet graag. Dus ik ga ze weer van plaats veranderen, die twee. En ik ga die twee ook van plaats veranderen. Akkoord? Dus ik doe min. En nu zet ik eerst die 4a tot de tweede vooraan. En die min 9 achteraan. En hier ook die 9 vooraan. En voilà. Kijk eens, jongens, is dat niet fantastisch? Kijk eens. Oh, sorry, wat heb ik nu gedaan? Oh, sorry, ik ben dom geweest. Ik moest die laten staan. Oh, ik ga nu wel een nieuwe lijn schrijven, want dat heb ik nu niet graag. Dus ik herschrijf het en ik ga daarna die lijn wegwissen. Dus ik heb 4a tot de tweede min 9. En die andere laat ik gewoon staan. Plus 9. Akkoord? En dat hier is niet juist. Ça va? Ik had die verkeerd omgehaald. Of ik had die... Ik had die niet moeten omdraaien, dat was het. Oké. Okay. Dus, dus zie je, wat heb ik hier? Ik heb hier dit, hè. Ik heb hier dit en ik kan daar weer twee kwadraten van maken. Dit
gaat mijn A-deel zijn en dit gaat mijn B-deel zijn. Dus, ik ga misschien hier, anders ga ik niet genoeg plaats hebben, is gelijk aan. Mijn min hier, die blijft staan, hè. Min. Dan, ik ga een grote haak zetten en dan een kleinere. Mijn 4a tot de tweede. Ja, moet ik tot de tweede doen, want mijn a moet ik hier kwadrateren, zie je dat? Dan heb ik min. En nu moet ik mijn b kwadrateren. Dus dat is 9, moet ik tot de tweede doen. Voilà. Voilà. Heb je gezien? Ik ben van daar naar daar gegaan. Dus ik ben van daar naar daar gegaan. Verschil, het is een verschil van twee kwadraten geworden. Oké, nu nog een beetje verder uitwerken. Ik laat mijn min nog staan. Haakje open. 4 tot de tweede is 4 maal 4 is 16. A tot de tweede tot de tweede. Ja, een macht tot een macht is, dan moet je ze vermenigvuldigen. Is A tot de vierde. Dan heb ik hier min 9 maal 9 is 81. Voilà. En ik sluit mijn haakje. Misschien mag je dat zo laten staan, maar ik ga toch dat minteken toepassen op allebei en mijn haakje wegwerken. Dus voor mij is dat gelijk aan. Ik ga dus mijn tekens omdraaien. Dat wordt hier min 16a tot de vierde. En dat wordt hier plus 81. Voilà. En ze staan al in de goede rangschikking, de goede volgorde. En dit is dus het antwoord op mijn zesde oefening. Goed gewerkt, jongens. Als je vragen hebt, dan weet je dat je eigenlijk altijd mij een mailtje kan sturen via maybemissacanhelpyou@gmail.com. Dan kan je mij een mailtje sturen als je een vraag hebt of nog een oefening. Ziezo, voilà. Veel succes, jongens. Dag.